Monteurs en installateurs die niet bevoegd zijn om artikelen te bestellen, kunnen wel online via de website of de TU-app de winkelwagen vullen met producten en doorzetten naar een inkoopbevoegde collega. Deze kan vervolgens de winkelwagen controleren en een bestelling plaatsen, de order aanpassen of deze afkeuren. Dit betekent het einde van handgeschreven bestellingen op stukjes karton, die worden afgeleverd op kantoor of telefonisch worden doorgegeven. De winkelwagen voorbereiden werkt als volgt. Als u producten aan uw winkelwagen heeft toegevoegd, klikt u op de knop naar volgende stap. In het volgende scherm verschijnt in rood een melding dat u de order niet zelf kunt afsluiten. Klik vervolgens op laten afsluiten. In uw scherm verschijnt de melding dat de order is ingediend. Nu ziet uw collega, die inkoopbevoegd is, een uitroeptekentje bij de winkelwagen bovenin zijn beeldscherm staan. De inkoopbevoegde kan de winkelwagen vinden door op het uitroeptekentje te klikken. Onder het tabblad ingediend staat de winkelwagen. Door op behandelen te klikken worden de artikelen zichtbaar. In dit scherm kan de bestelling gewijzigd, goedgekeurd of afgekeurd worden. Ook kan er een reden van afkeur gegeven worden. Mocht de winkelwagen door de inkoopbevoegde worden afgekeurd, dan krijgt u daar vervolgens een melding van bovenin uw scherm. Als u op het rode uitroeptekentje klikt, ziet u de afgekeurde winkelwagen. Als er geen melding gegeven wordt, dan is de order goedgekeurd. Met behulp van deze slimme functionaliteit kunt u gezamenlijk werken aan een bestelling. Wel zo gemakkelijk!